En nu we de gezonde eiwitbronnen hebben gehad, kunnen we door naar de gezonde koolhydraatbronnen. En als we het over koolhydraten hebben, dan is het eerste wat altijd op je lijstje zouden moeten staan groente en fruit. En er zijn niet echt groentes die hoog zijn in calorieën, dus kies gewoon lekker de groentes die jij prettig vindt om te eten, want dat maakt het uiteindelijk ook makkelijker om ze te eten. Maar bij fruit zijn er wel opties die wat hoger zijn in calorieën. We spreken nog steeds echt over niet heel veel calorieën, maar toch wilde ik ze wel eventjes genoemd hebben. En de fruitsoorten die wat hoger zijn in calorieën zijn voornamelijk de tropische fruitsoorten. Dus dan kan je denken aan ananasstukjes. Die kan je echt hartstikke goed gebruiken bij bijvoorbeeld het maken van smoothies, waar je ook weer melk voor kan gebruiken bijvoorbeeld. Je kan ze toevoegen aan je havermout. Maar naast ananas zijn er natuurlijk ook nog andere tropische fruitsoorten, zoals mango. Dat is ook een hele goede optie daarvoor. Ook die kan je weer lekker aan je smoothies toevoegen of aan je havermout toevoegen. Dat is geen enkel probleem. En dan tot slot de banaan. Ja, de banaan is iets hoger in calorieën. Eet ook wat makkelijker weg dan een appel. En is dus ook wat makkelijker om wat meer calorieën van binnen te krijgen. Nogmaals, we hebben het niet echt over heel veel calorieën hier. Maar alle kleine beetjes helpen. En als je dan wil afvallen, dan switch je weer naar dingen zoals bessen, die over het algemeen heel laag zijn in calorieën. Meloensoorten zijn over het algemeen heel laag in calorieën. Appels, sinaasappel, noem maar op. Maar als je wil aankomen, dan zijn tropische fruitsoorten en banaan qua calorieën een betere optie. Maar ja, dan komen we weer bij het ontbijt. En ik heb muesli al eventjes genoemd. Zorg wel dat je voor een muesli kiest waar geen suiker aan is toegevoegd of geen extra zout aan is toegevoegd. Nee, wel dat het een muesli in zijn natuurlijke vorm is. En de Albert Heijn heeft daar echt prima opties van, namelijk deze fruitmuesli. Daar doen ze dan nog wat gedroogd fruit aan toevoegen. Maar Albert Heijn heeft ook nog muesli met fruit, zaden en pitten. Ook een prima optie. Ze hebben ook noten en pitten. Zorg er in ieder geval gewoon voor dat er niet absurd veel extra suiker aan toegevoegd is, want dat zie je wel nog steeds heel vaak gebeuren bij mueslis. En dat maakt het weer een wat minder gezonde optie. Maar zeker als je gewoon eventjes goed zoekt in de supermarkten, dan moeten er wel genoeg opties qua muesli tussen zitten die dat niet hebben. Iets anders wat ik ook tijdens het aankomen gebruik, zijn dingen zoals havermout en brinta. En dat klinkt misschien gek, omdat het een van mijn favoriete producten is als het gaat om afvallen. Mocht je de video hebben gezien, mijn 5 favoriete producten tijdens het afvallen, daar zei ik dat havermout een van mijn favoriete producten is. Maar het heeft er gewoon heel erg mee te maken met hoe je je havermout maakt. Want als jij havermout maakt op basis van halfvolle melk, dan tik je er toch weer 200 tot 250 calorieën extra bij. Dan doe je er nog ananas bij, doe je er nog iets zoals pindakaas bij of een andere notenboter bij. Kan je er nog wat pitten of zaden eventueel bij doen. Schep je eiwitpoeder en dan tik je de calorieën heel snel aan. Terwijl als je aan het afvallen bent, dan maak je hem op waterbasis, dan gebruik je eiwitpoeder en dan gebruik je weer fruitsoort wat lager is in calorieën, zoals bessen bijvoorbeeld, aardbeien. En dan bevat het niet zoveel calorieën. Dus het heeft met havermout en brinta gewoon heel erg ermee te maken met hoe je het bereidt. En daarom heb ik ze er wel bij gezet, omdat ze gewoon ongelooflijk veel variatieopties hebben. En ja, dit is ook gewoon een prima optie kan maken tijdens het aankomen. En zo hebben we zo het ontbijt gehad en kunnen we eigenlijk door naar de lunch. En tijdens de lunch eten mensen meestal brood. En tijdens het afvallen kies ik er gewoon voor om je normale volkoren sneetjes te eten of eventueel volkoren crackers te eten. Maar tijdens het aankomen hebben we weer wat meer spelingsruimte en dan kan je gewoon heel prima voor bolletjes kiezen. Die eten ook wat makkelijker weg, vullen daardoor wat minder. Plus één bolletje is ongeveer 1,5 boterham qua calorieën. Wat er ook weer voor zorgt dat de calorieën weer wat sneller aantikken. Nou ja, en dit kan je natuurlijk ook weer verder doortrekken naar volkoren pita's. Doe er een plakje kaas tussen met wat zalm. Je hebt eigenlijk een hele lekkere zalmtosti gemaakt op basis van pita. Dat is dus hartstikke lekker, maar ook dat eet heel makkelijk weg en tikken de calorieën toch weer wat sneller aan. En iets anders wat ik dan ook nog heel leuk vind zijn afbakbroodjes. Deze eet al helemaal makkelijk weg. Daar gesmolten kaas overheen, dat is zo lekker. Maar ook iets zoals pindakaas is hartstikke lekker daarop. Dus hier heb je dan weer wat meer spelingsruimte met de koolhydraatbron die je kiest. En iets anders wat ook heel lekker is een wrap maken. Wat ik net zei, met dat pita broodje kan je ook met een wrap doen. Daar kan je ook gewoon kaas op doen, zalm op doen. En dan heb je eigenlijk een soort wrap tosti die ook weer een stuk makkelijker weg eet dan gewoon je sneetjesbrood of je crackers. Want qua volume zijn dingen zoals broodjes, afbakbroodjes, pita broodjes, wraps gewoon een stuk minder dan dingen zoals crackers, waar je toch aardig wat crackers op elkaar kan stapelen voor dezelfde hoeveelheid calorieën als één wrap. Waardoor het vaak makkelijker is om voor een wrap te kiezen, een afbakbroodje te kiezen, een bolletje te kiezen, omdat hij gewoon wat simpeler weg eet. En dan kunnen we eigenlijk door naar het avondeten. En daar kies ik meestal voor iets zoals rijst, pasta of noedels. Daar geldt weer precies hetzelfde. Dat eet vaak een stuk makkelijker weg dan je aardappelen. En dingen zoals noedels en rijst, dat kan ik eindeloos blijven eten. Pasta ook. Pasta kwam er alleen wel verrassend hoog uit toen we die video gingen maken over de 6 beste producten tijdens het afvallen. Maar mocht jij nou net zoals ik hebben dat pasta niet heel erg vult, dan kan je daar ook gewoon prima voor kiezen. En tijdens het afvallen kies je weer voor dingen zoals aardappeltjes. Ook niet een gigantische transitie, maar je kiest gewoon voor
voornamelijk voor de producten die je wat minder vullen. En dan hebben we zo ook de koolhydraatbronnen gehad en kunnen we door naar de gezonde vetbronnen. En over het algemeen tijdens het aankomen zijn je vetbronnen echt je grootste vriend. Vet is van zichzelf namelijk heel calorierijk en daardoor zitten er vaak heel veel calorieën in hele kleine beetjes voedsel. Een heel mooi voorbeeld is altijd een handje nootjes, dat is vaak al 150 calorieën, terwijl een handje nootjes helemaal niet veel is. Maar dit gebeurt dus vaak bij vetrijke producten, omdat vet van zichzelf erg calorierijk is. Ik wil niet zeggen dat je het moet mijden, want je hebt het gewoon hartstikke hard nodig. Maar tijdens het aankomen is het daardoor wel net iets meer je vriend dan tijdens het afvallen. En een hele gezonde vetbron zijn altijd je noten, pitten en zaden. Voorbeelden daarvan zijn chiazaad. Per 100 gram chiazaad zitten er 461 calorieën in, 33 gram vetten. Ook krijg je aardig wat vezels binnen en eiwitten binnen. Dus ook hier weer, het is niet zo'n zwart-wit product. Maar er zitten wel heel veel calorieën in. Nou gebruik je nooit 100 gram, maar ook al gebruik je 10 gram, wat echt niet heel veel is, dan is dat toch wel bijna 50 calorieën extra. En naast chiazaad kan je natuurlijk ook altijd voor iets zoals lijnzaad kiezen. Werkt precies hetzelfde. Je hebt ook hennepzaad. Maakt niet echt heel veel uit. Zaden zijn van zichzelf erg calorierijk, omdat ze gewoon heel hoog zijn in gezonde, onverzadigde vetten. Ja, ik zei ook al eventjes noten. Ik kies altijd voor de notenmix, want de variatie is altijd goed. En ik ben zelf te lui om te variëren. Dus ik kies altijd voor een notenmix. Maar ik zei het al eventjes, een handje nootjes is vaak 150 calorieën. En ook deze zitten weer vol met onverzadigde vetten. Per 100 gram nootjes zitten er 650 calorieën in, dus dat is erg wat. Erg wat, dat is aardig veel. En 58 gram vetten, waarvan het merendeel, zoals ik al zei, die onverzadigde vetten is. Natuurlijk kan je noten in zijn pure vorm eten, maar je kan ook voor notenboters kiezen en dan komen we uit op dingen zoals pindakaas of amandelboter. Kan je prima op je brood doen met die afbakbroodjes. Oh, dat is zo lekker. Dan neem je er eentje met pindakaas en eentje met gesmolten kaas, wanneer die broodjes nog eigenlijk warm zijn, maar net niet warm genoeg dat je je bek verbrandt, zodat je het gewoon lekker kan eten. Oh, dat is zo lekker. Maar naast dat het heel lekker is, is het ook gewoon een hele goede optie voor als je wil aankomen. Want er zitten gewoon best wel wat calorieën in. En één eetlepel pindakaas is ook vaak 100 calorieën. En per 100 gram pindakaas zitten er 206 calorieën in. Je gebruikt ongeveer 30 gram voor een boterham. Dus dat is vaak 200 calorieën al. Ja, dat tikt heel snel aan. Met 48 gram vet, waarvan weer het meeste onverzadigd is. Ook bevatten noten, pitten, zaden vaak wel iets van eiwitten. Dus dat is dan ook weer mooi meegenomen natuurlijk. Dan daarnaast kan je ook nog voor iets zoals avocado kiezen. Heel veel mensen vinden avocado en zalm een hele lekkere combinatie. Sterker nog, het wordt heel vaak tijdens sushi gegeten. Dus als jij een pokeball wil maken, dan kan je dat gewoon lekker doen. Dan kies je voor zilvervliesrijst, avocado, zalm. Gebruik wat mais, sojabonen, tofu nog erbij. Dat is ook wel hartstikke lekker in een pokeball. En heb je toch al heel snel een hele calorierijke pokeball die alsnog hartstikke gezond is. Maar ja, je kan natuurlijk ook gewoon op je brood gebruiken. En iets anders wat je op je brood kan gebruiken is boter. En dan heb ik wel het liefst dat je voor een plantaardige variant kiest. Want anders krijg je weer heel veel verzadigde vetten binnen en dat wil je niet. Want boter is van zichzelf normaal gesproken dierlijk. Maar we hebben tegenwoordig ook plantaardige varianten. En plantaardige producten bevatten natuurlijk weer heel vaak onverzadigde vetzuren. Die natuurlijk weer hartstikke goed zijn voor je gezondheid. Dus smeer gewoon lekker boter op je brood. Als je dat lekker vindt natuurlijk. Sommige mensen hebben er een hekel aan. Ik vind het altijd wel lekker. En je hebt vaak niet door dat je wat extra calorieën eet. Want als we gaan kijken naar de calorieën die in boter zitten. Gebruikt vaak ongeveer 10 gram boter. 2 sneetjes brood. Dus voor 1 sneetje 5 gram. Maar nee, 9 van de 10 keer neem je 2 sneetjes. Dus we houden even 10 gram aan. Zitten per 100 gram boter 530 calorieën in. Dus als je dan weer terugrekent naar 10 gram die je gebruikt voor je boterham. Is het weer heel snel en heel makkelijk. 53 calorieën extra. Waarvan je eigenlijk niet echt door hebt dat je ze eet. En iets anders wat precies hetzelfde werkt als boter, waarvan je eigenlijk niet door hebt dat je extra eet, zijn dingen zoals olie en vloeibare bereidingsvetten. Olijfolie wordt altijd helemaal de hemel in geprezen dat het hartstikke gezond is, maar daarnaast heb je ook nog dingen zoals zonnebloemolie, is vaak wat goedkoper, is ook gewoon een hele gezonde variant. En als je een eetlepel olijfolie of zonnebloemolie gebruikt, dat is 10 gram, dan heb je toch al heel gauw 82 calorieën extra. En dat heb je niet eens door, maar het maakt je vlees wel wat lekkerder. Plus, vlees heeft van zichzelf vaak veel verzadigde vetten. Maar olie en bereidingsvetten onverzadigde vetten. Dus ook daarmee vind je dan weer een balans door wel een wat vetter stukje vlees te kiezen. Maar dan vervolgens ook weer die onverzadigde vetzuren eraan toe te voegen door olie of vloeibare bereidingsvetten te gebruiken. Want heel eerlijk, je kipfiletje maken op basis van vloeibare bereidingsvetten. Dat maakt hem 9 van de 10 keer wel wat lekkerder, wat knapperiger. En als je dan gaat afvallen, ja, dan moet je toch ergens een beetje calorietjes besparen. En dan kan je voor een airfryer kiezen. Ik vind het persoonlijk erg lekker. Ook een oven werkt hartstikke goed. Maar dan maken we daar ook weer dat gat
gehad met afvallen en aankomen weer wat kleiner mee, waardoor de transitiefase weer wat makkelijker wordt. En dan hebben we eigenlijk ook de gezonde vetten gehad. En dan kunnen we door naar de laatste categorie. Dat is de vierde categorie, de handige extra's. En ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Omdat we aan het aankomen zijn, zijn er niet heel veel handige extra's. Want eigenlijk alle gezonde opties kan je gewoon eten in deze fase. Want je hebt die calorieën hartstikke hard nodig. Dus als er een gezonde optie tussen zit die wat hoger is in calorieën, dan is dat geen probleem. Waardoor er eigenlijk niet heel veel overblijft als handige extra. Maar toch zijn er twee producten die ik aan jullie wil laten zien. Waarvan het eerste product gedroogd fruit is. Gedroogd fruit verliest wel iets van zijn vitamine C. Dus ik zou nooit zeggen vervang het fruit wat je eet volledig voor gedroogd fruit. Dat zou ik nooit zeggen. Maar als je twee stuks fruit al per dag eet, dan kan je prima wat extra gedroogd fruit toevoegen. Want wat gebeurt er nou bij gedroogd fruit? Of je nou voor abrikozenstukjes kiest, of voor appelchips kiest, of voor gedroogde vijgen kiest. Het vocht wordt eruit gehaald, waardoor het volume van dat stuk fruit in één keer een stuk kleiner wordt. En het een stuk makkelijker wordt om er meer van te eten. Mooi voorbeeld is altijd het rozijn. Een rozijntje dat is echt mini mini. Dat was ooit een druif. Nou ja, als je een trosje druiven eet, laten we zeggen dat je er twee eet, dan zit je wel redelijk vol. Terwijl diezelfde één of twee trosjes druiven, als je ze gedroogd neemt, dus als we er rozijnen van maken, op je handpalm passen. En dit sla je in één keer zo hartstikke idee naar achter. Plus je kan het ook nog toevoegen aan iets zoals je havermout. Waardoor we weer eigenlijk teruggaan naar wat ik zei bij havermout. Dat dat een product is wat heel erg beïnvloed wordt door de toppings die je gebruikt. En dan naast gedroogd fruit is iets wat ik zelf altijd erg lekker vind. Of ik nou aan het afvallen ben of aan het aankomen ben. 85% cacao. Het is namelijk zo dat er in pure cacao bepaalde stofjes zitten die goed zijn voor je gezondheid. We krijgen al genoeg van die stofjes binnen als we maar 10 gram pure cacao per dag eten. Dus je hebt er helemaal niet veel van nodig. Dus ook van deze 85% cacao zou je in theorie maar 2 blokjes nodig hebben. Maar het geeft je wel weer een klein gezondheidsvoordeel. Terwijl het niet het meest gezonde product is. En dan tijdens het afvallen, als je calorieën zou willen besparen, dan zou je gewoon voor cacao poeder kunnen kiezen. Dan krijg je alsnog die gezondheidsvoordelen ervan. Dan heb je maar 10 gram nodig. Want dat is natuurlijk de pure variant. Maar tijdens het aankomen kan je dan wel voor de 85% chocola variant kiezen. Zoals ik al zei, er zitten niet heel veel extra's bij. Omdat er niet heel veel off-limits is. En tijdens het aankomen je eigenlijk vrijwel elk gezond product kan eten. Ook al is die hoger in calorieën. Sterker nog, je zoekt naar die producten. En daarom zijn er een stuk minder handige extra's in deze video. Ten opzichte van de vorige video waar we het over afvallen hebben gehad. Omdat er tijdens het afvallen gewoon daadwerkelijk veel meer producten zijn. Die ik handig vind om erbij te nemen. 9 van de 10 keer zijn dat producten die gewoon heel laag zijn in calorieën. En dan zou je nog kunnen zeggen van oké, Donald, en wat nou voor producten die wat minder gezond zijn, maar hoger zijn in calorieën. Nou ja, dan zeg ik alleen maar alles kan in mate. Zorg er in ieder geval voor dat het niet je volledige dieet wordt. Dus een keer een Liga koekje als tussendoortje. Een keer een pot Ben & Jerry's ijs. Ook al stond hij niet op je boodschappenlijstje. Dat is niet het einde van de wereld. Ik vind alleen tijdens het aankomen moeten dat nog steeds niet de producten zijn waar jij je voornaamste calorieën vandaan haalt. Want uiteindelijk ook tijdens het aankomen moet het doel gewoon zijn om zo gezond mogelijk te blijven, zo fit mogelijk te blijven. En 9 van de 10 keer werk je jezelf dan alleen maar tegen als je voor die ongezonde producten kiest. Dat gezegd hebbende, we hebben een heel boodschappenlijstje gemaakt. Zijn we aardig wat producten langs gegaan. Nogmaals, ik kan niet alle producten langs gaan. Ik heb jullie gewoon proberen te laten zien wat bepaalde producten zijn. Wat de gedachtegang erachter is. Zodat jij altijd nog voor jezelf kan kiezen. Mocht je deze video nou leuk en handig hebben gevonden, laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, nogmaals, welkom. En vergeet vooral niet eventjes te abonneren, zeker als je deze video leuk vond. Er komen veel meer van dit soort video's aan, dus druk ook gelijk eventjes weer op dat belletje. Dan weet je wanneer die video er is. Mocht je nog vragen hebben wat ik me kan voorstellen, want het is best wel een bom van informatie. Aardig wat praktische voorbeelden, dus wil je nou weten of een product wel een goed product is om te kiezen tijdens het aankomen, ja of nee? Of heb jij een hele andere vraag, laat het dan vooral eventjes achter in de reacties. En dan zal ik er natuurlijk mijn best doen om er zo goed mogelijk op te reageren. Laat ook je suggesties voor volgende video's achter met dingen die je eventueel nog zou willen zien op mijn kanaal. Dan was dit het voor vandaag. Dan zie ik jullie de volgende keer weer.